Hey, welkom terug, dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Hearts of Iron 4. En de push door en richting Afrika is nog altijd bezig. Hij gaat nog niet overal even goed. Maar er zit zeker wel progressie in. Mits iedereen de goede kant op gaat. Dat is dan wel weer een vereiste. Deze aanval gaat er niet lukken. Maar jij wel. Ja, dat is natuurlijk mijn vliegveld. Zo. En zo. Alright. Let's go. Kijken waar het lukt. Deze wordt in ieder geval ingesloten. Dat is goed. Yep. Improved computering. Oké. Okay. Jullie moeten even hier even vasthouden. Nee, ineens gaat iedereen deze kant op. Oei, hier wordt er bijna ingesloten. Oeh, is dat een oil refinery? Lijkt er wel op. Cancel. Even verschuiven. Expand the Royal Australian Air Force. Even de afsluiting maken dat deze ook alleen zit. Nou, je gaat hem in ieder geval terug. Oké. Okay. Select all. We beginnen maar eens even daar. Oh, dit is misschien nog wel het naadhuis. Zo. Zo kan het natuurlijk ook mooi. Terug naar hier. Gaat redelijk de goede kant op. Research nuclear bombs. Dat kan denk ik hier met uranium mining. Expand the Northern Railway. Oké. Okay. Doen we dat eerst. Deze aanval loopt een stuk. Deze zijn gelukt zo te zien. Jij mag helpen. Jullie ook. Nou, dat is al geregeld. Zo. Stop. En zo. En dan sluit hij langzaam een net, hoop ik. Zo. Zo. Hij heeft een hamertje, dus hij kan in ieder geval bevoorraad worden. Dat is wel een nadeel. Flexible lines. Missing equipment. Fighter en close air support. Fighter. En close air support. Check. Die hebben nog heel veel nodig. Die ook. Die niet heel veel. Zo. Yep. Zo. Dat je dit zo doet. Hier komen we er niet zomaar uit, lijkt het. Hier begint het wel een beetje in te storten. Als je nou gewoon daar naartoe gaat. Yep. Hier zit iets om in te nemen. Zo nog één. Zo. Deze daar naartoe. Jullie met z'n viertjes deze kant op. He who dares wins, ace pilots.
Misschien moeten we eens even de mogelijkheid geven om hier uit te breken. Dus jullie allemaal daarbij. Waar gaat hij dan daarheen? Nou ja. Wat gaat hij nou doen? Delete, delete. Delete. Het volgende waar het om gaat is... Oh. Deze. Zo. En de aanval moet... Zo. Cool. Kijk, als ik jou nou terugtrek. Jij blijft staan. Blijf staan dus. Nee, cancel. Breek maar een beetje uit, dat is allemaal niet erg. Maar iemand weer hier de achterhoede inneemt, het liefst die haven. Dan zijn ze kansloos. En daar gaat het om. En dat gaat dan toch weer lastig, jammer. Gaat wel lukken zo te zien. Zo, gelijk bijsluiten. Eentje aftakken daar. Zo. Eentje eruit gelokt. Yep, mooi. En terugtrekken. Nou, dan vindt hij daar weer aansluiting. Dat was hem niet de bedoeling. Nou ja. Deze heb ik in ieder geval de laatste haven. De helft. Daar naartoe. En attack. Zo. Jod, geef jullie gewoon even een eigen dingetje. Yep. Oh wacht, Desert Fox. Die komt nu over pas natuurlijk. Go! Mountain Infantry, pretty good. Ja, ze zijn veel te vroeg. Betere engineers. Maintenance company. Back. Het is mooi dat hij hier een beetje uitbreidt, maar dat doet hij niet. Can't blame him. Dat zijn de mijnen. Als je zo aanvalt, dan kan die ander zo aanvallen. Hier naartoe. Dit is een van de laatste havens waarbij ze supplies kunnen halen, denk ik. Zo, deze er ook bij. Zouden ze even naar Azië kijken? Bijna vergeten. Daar zit niet echt meer vooruitgang. Aan de andere kant ook geen achteruitgang, dus wat dat betreft... Misschien eens een klein beetje de druk erop zetten. Kijk, ik neem het gelijk een paar gewone getallen op. Mooi. Hoe zit het met de training? Die is zo goed als klaar.
Daar is mijn boost richting uranium mining. Zo, Tripoli. Even zo, stop. En weer helft delen. Hoe gaat dit? Air Force close air support. Kan blijkbaar niet. Nee. Hier komen we simpelweg niet door. Field Hospital. Zo. Nog een research. Ja, nog een keer hospital. Oké. Insluiten. En dan Greece capitulated. Ten opzichte van Duitsland, ja. Italië is weer zo goed als terug. Ja, het zei zo. Norway, oh, die zag ik niet aankomen. Wow, dat is een tegenvalletje. 44, ja. Het wordt allemaal lastig. Om het zo maar te zeggen. We kunnen hier Afrika wel leuk winnen, maar ja. Allies doen gewoon te weinig. Waar zijn de Amerikanen? Ze zijn er wel, ze hebben ook van alles, maar ze doen niks. Hoeveel meer wil die hebben? Hoeveel meer heeft die nodig? Excavation. Nog een keer. Naval Battle Report. Het zal al meevallen. 36 schepen inmiddels. Dat is een aardig vlootje aan het worden. Dus we moeten daar ook eens wat research in stoppen. Dit hier ziet er verder prima uit. Hier zit... Nou, het zit nog geen progress, maar kan in principe wel. Home. Daar is niks aan de hand. Hier maar weer. Alright. Hey, die haven is gevallen. Op naar de volgende dan. Deze kant. Frankrijk hier wordt bevrijd. En Benghazi hier wil nog steeds niet vallen. Oeh, nu ziet het er wel goed uit. Stage loopt, hoop ik, op. Nee, terug. '85, The Fall of Rome. Oh, dan komt Frankrijk daar ineens weer tevoorschijn. Oké, geinig. En Benghazi is gevallen. Alright, perfect. The Desert Fox. Edit. Zo, dat is het timer. Ik denk dat we gaan afronden. Zeg ik opnieuw, bedankt voor het kijken. Afrika is dus bijna in handen van met name Frankrijk en Engeland. Zoals het ook hoort te zijn, stukje België, een stukje Portugal. Maar daar liggen we verder niet wakker van. Spanje doet nog steeds niet mee aan de oorlog. Nee, ik ga toch eens kijken of ik jou niet gewoon bij ons kan krijgen. Zo, Democrats, off you go. En dan hier maar weer even de push doorzetten. Nog één haven te gaan. En die zit daar boven. En dan maar eens kijken of dat allemaal lukt. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken dus. Heel graag tot de volgende keer. 28 januari 1945. Toen was al lang duidelijk wie de oorlog ging winnen. Is nu niet het geval. Hoewel de Nederlanders weer een poging doen om uit te breken. Laten we hopen dat het lukt. Blijf kijken. Heel graag tot de volgende keer.